Hoi iedereen, mijn naam is Danielle en welkom bij deel 2 van de hamster beginnerserie van BMD Pets. Vorige week hebben we het gehad over of een hamster eigenlijk wel het juiste huisdier is voor jou. Vandaag gaan we het hebben over de verzorging van je hamster. En wanneer ik het in deze video heb over verzorging, bedoel ik eigenlijk de dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse verzorging. Want eigenlijk zijn alle video's natuurlijk die ik hier maak gaan over de verzorging van je hamster. Maar dit heeft echt dus te maken met die zorgmomentjes. In deze video krijg je een globaal beeld van alle dingen die je moet doen om goed voor je hamster te zorgen. Alle onderwerpen krijgen ook nog een eigen video, dus vergeet je zeker niet te abonneren op BMD Pets als je daar meer over wil weten. Wil je nou de informatie in deze video even rustig teruglezen? Dat kan. Bezoek dan www.bmdpets.nl. Daar vind je deze video en de geschreven informatie van wat ik in deze video vertel. Als je trouwens af en toe wat hoort, in de vorige video hoorde ik ook een balletje rollen. Timon en Pumba staan hier in dit hok. Ja, en die zijn gewoon wakker en als ze mij horen praten dan denken ze altijd hey, er gebeurt iets. Dus als je wat hoort, dan is dat het. Goed, nu over naar de verzorging van je hamster. En voor deze video maakt het niet uit wat voor hamster je hebt. Of je nu een Syrische hamster hebt, een Russische hamster, een Roborovski, een Campbelli hamster of een hybride. De verzorging van je hamster, in elk geval wat ik in deze video ga vertellen, is voor alle types hetzelfde. Ik ga ook nog video's maken over de aparte hamstersoorten en wat ze anders maken dan van elkaar enzovoorts. Maar ook daarvoor abonneer je, dat komt later allemaal een keer aan bod. We gaan beginnen met de dagelijkse verzorging. Je hamster heeft elke dag een beetje zorg nodig en nou, dat kan je doen op welke momenten die je wil. Maar ik ga vandaag even vertellen hoe ik dat normaal gesproken aanpak. 'S Ochtends, als je wakker wordt, ga je gelijk eventjes naar het hok van je hamster om te kijken wat hij 's avonds allemaal heeft uitgespookt. Zoals jullie al weten zijn hamsters voornamelijk 's nachts actief en dat betekent dat ze 's avonds het hele hok kunnen verbouwen terwijl jij slaapt. En nou ja, dat heb jij dan niet door, dus kijk dan even 's ochtends bij het hok en dan kan je zien wat er is gebeurd. Misschien heeft hij bijvoorbeeld wel zijn huisje van het plateau afgedrukt, heeft hij iets kapot geknaagd of is er een gevaarlijke situatie ontstaan doordat hij ja, iets kapot heeft geknaagd dus of misschien iets heeft omgegooid waardoor hij niet makkelijk meer bij zijn eten of drinken kan. Of ja, gewoon iets anders, hij heeft een stuk uit de bak geknaagd. Er kan echt een hele hoop gebeuren in een nacht. Dus check dit 's ochtends altijd even, zet alles recht en haal zeg maar kapotte spullen eruit. Stel je voor dat je hamster bijvoorbeeld een soort hangmatje heeft of een hangbuis en daar heeft hij een gat in geknaagd. Ja, haal dit dan weg, want daar kan hij zich gewoon echt best wel aan verwonden. Nou, als er een gevaarlijke situatie is ontstaan, moet je dat natuurlijk ook gelijk oplossen en er gelijk voor zorgen dat het niet nog een keer kan gebeuren. Want voor hetzelfde geld doet hij het de volgende avond weer en verwondt hij zichzelf. Ja, en dat wil je natuurlijk niet. 'S Middags, wanneer je thuis komt van werk of van school, is het tijd om ja, spot cleaning te doen, zoals ze dat in het Engels zo mooi zeggen. En dat is eigenlijk niets meer dan de kooi een heel klein beetje schoonmaken. Hamsters poepen en plassen vaak op hetzelfde plekje, dus je kan het gewoon dagelijks even schoonmaken. Schep even dat stukje bodembedekking eruit, vervang het met nieuw en zo blijft het hok mooi, netjes en fris. Liggen er nou ergens anders drollen of plasjes, ruim dat dan even op, veeg het op, maak het even schoon. Dan blijft het hok gewoon lekker fris. Kan je langer doen met een hok en het is ook gewoon beter voor je hamster. Want ja, als ontlasting, dus poep en plas van je hamster, lang in het hok blijft liggen, dan komt er op een gegeven moment een ammoniaklucht vrij en dat is slecht voor zijn luchtwegen. Dus door het gewoon dagelijks bij te houden, hou je gewoon alles netjes en dat is fijn voor jou en voor je beestje. Wanneer je dit dagelijks doet, kan je ook gelijk de gezondheid van je hamster in de gaten houden. Door goed te kijken naar zijn ontlasting en wanneer je lichte bodembedekking hebt, ook zijn of haar urine, kun je goed zien of daar iets anders aan is. Weet je, ze hebben de keutels een andere vorm, zijn ze ineens zacht, heeft hij misschien diarree of is urine, dat is normaal een soort melkachtige kleur. Het is niet doorzichtig zoals bij ons, maar een beetje, ja, wat, ja, melk. Melk is gewoon de beste omschrijving, je moet maar een keertje opletten. Maar het droogt gewoon kleurloos op. Blijkt nou dat je hamsters urine bijvoorbeeld bruin of rood is of er is iets anders mee aan de hand, dan voelt hij zich niet zo lekker en moet je even de dierenarts bellen. Dit soort dingen vallen veel te laat op als je natuurlijk maar maandelijks of één keer in de 2 weken het hok schoonmaakt. Dus dat is ook een goede tip om, om je hamstergezondheid in de gaten te houden. Verder moet je natuurlijk je hamster dagelijks voeren. Je kan het op 2 manieren doen. Je kan voer in een bakje gieten of je kan het over de bodem uitspreiden. En als er geen reden is waarom je wilt bijhouden exact hoeveel je voert, zou ik het eigenlijk altijd over de bodem verspreiden.
Waarom? Omdat je hamster van nature graag zoekt en verzamelt. En door het dus overal in het hok een beetje te verspreiden en zelfs een beetje te begraven of te verstoppen, ja, stimuleer je dat natuurlijke gedrag. En ja, heeft je hamster gewoon eten en ook gelijk een leuke activiteit. Als laatste moet je natuurlijk ook dagelijks even het water verversen. En dat doe je eigenlijk om twee redenen. De eerste reden is zodat je hamster elke dag lekker vers water heeft. Maar de tweede reden is zodat je goed kan bijhouden hoeveel je hamster in 24 uur drinkt. Dit wil je bijhouden omdat, ja, hoeveel je hamster drinkt zegt gewoon best wel veel over de gezondheid van je hamster. Als je hamster bijvoorbeeld suikerziekte heeft of een blaasontsteking of op een andere manier niet zo lekker voelt, dan drinkt hij meer water. En omdat hamsters niet super veel drinken, ga je dat niet zeg maar met het blote oog zien. Maar als jij gewoon elke dag kijkt van, ja, hoeveel milliliter, want het zijn altijd van die streepjes zelf, die waterflesjes, je hamster gedronken heeft, dan valt het je best wel snel op dat hij meer of minder drinkt. Ik raad dan ook aan voor hamsters om niet gelijk die super grote konijnenflessen te hangen aan het hok. Want super zonde, want je gaat dagelijks het water verversen en ze drinken dat echt niet allemaal op. Koop gewoon dat hamsterformaatje, die zijn goedkoper. Je kan beter zien hoeveel je hamster drinkt en het scheelt gewoon omdat je toch elke dag gaat vullen en weer leeg gaat gooien. Wanneer je hamster nog tam gemaakt moet worden, heb je eigenlijk ook dagelijks een tammaaksessie. En wat je dan precies doet is natuurlijk afhankelijk van waar je bent in het tammaakproces. Maar daar komt ook later een video over. Maar je moet hierbij denken aan dingen als tegen je hamster praten, je handen in het hok leggen, hem snoepjes geven, hem proberen op te pakken. Of uiteindelijk ook daadwerkelijk om op te pakken en naar een andere plek met hem te gaan. En ja, reken hier gewoon minimaal een half uurtje per dag voor wat je toch ook wel kwijt bent. En zelfs als je hamster al tam is, is het natuurlijk ook wel leuk als je hem dagelijks een beetje aandacht geeft. Laat hem bijvoorbeeld 's avonds over de bank lopen. Ga met hem in de badkuip zitten. Niet met water erin, maar een badkuip zodat hij niet kan ontsnappen, dus leeg. Of in een kamer waar hij zich niet, ja, niet kan verstoppen, niet kan verwonden. En met verstoppen bedoel ik niet dat hij niet iets van een huisje of zo mag hebben. Want dat is eigenlijk heel belangrijk, dat hij ergens onder kan gaan of ergens in kan gaan waar hij zich veilig voelt. Maar als hij onder de vloer kruipt of onder een kast waar jij moeilijk bij kan, dan wordt het natuurlijk een beetje vervelend. Dus ik bedoel meer een kamer waar je hamster leuk kan spelen, maar waar jij hem ook gewoon goed in de gaten kan houden. Je bed is bijvoorbeeld ook nog een optie. En nou ja, zoals ik al zei, het is gewoon leuk voor je hamster als dat dagelijks kan. Naast de dagelijkse verzorging is er ook de wekelijkse verzorging. Taken die iedere week terugkomen die je moet doen om je hamster gezond en gelukkig te houden. De eerste wekelijkse taak, en dat is eigenlijk best wel een belangrijke, is de hamster health check. En dat betekent eigenlijk dat je je hamster uit het hok haalt, hem goed bekijkt. Hè? Hoe ziet hij eruit? Hoe ziet zijn vacht eruit? Heeft hij kale plekken? Glanst de vacht nog mooi? Hoe staan zijn ogen? Hoe staan zijn oortjes? Hoe ziet zijn huid eruit? He, zie je bijvoorbeeld korstjes op de huid of randjes rondom de oren? Hoe zien ze tanden eruit? Zijn die gewoon nog mooi oranje of geel? Want ja, dat is heel grappig. Bij hamsters, hoe geler of hoe zeg maar viezer de tanden eruit zien, vaak hoe sterker en beter ze zijn. Echt witte tanden is geen goed teken bij hamsters. Als ze heel jong zijn is het nog anders, maar he, als ze wat ouder zijn dan, ja, hebben ze vaak gele tanden of oranje en dat is helemaal prima. Nou ja, hoe zien de ogen eruit? Hoe zien de pootjes eruit? Hoe loopt je hamster? Hoe voelt hij? Weet je, zitten er gekke bobbels in zijn buik of aan zijn zijkanten? En door hem wekelijks in de gaten te houden, vallen veranderingen gewoon veel sneller op. Als je hamster nog niet tam is, dan moet je het meeste gewoon op zich doen. Dus dan pak je hem en dan ga je gewoon even echt naar hem kijken. En met pakken bedoel ik dan misschien niet dat je hem zo hup uit het hok haalt, maar dat je hem in een bakje lokt met een zonnebloempitje. Of dat je als onderdeel van je tammaaksessie, als hij iets aanpakt, dat je snel even goed kijkt hoe hij eruit ziet. Maar ja, tammaken duurt als het goed is niet het hele leven van je hamster. Dus zodra die tam is, gewoon echt wekelijks kijken. Hoe ziet hij eruit? Hoe is het met hem? Zijn er rare veranderingen? Zie je iets geks of twijfel je ergens over, dan kan je altijd de dierenarts bellen. Beter één keer te veel dan één keer te weinig. Als je een groot hok hebt, hoef je echt niet iedere week je hok schoon te maken. Het oude hok van mijn hamster, die hebben jullie wel gezien. Dat is die verplast karat. Het is zo'n glazen bak van onder en tralies van boven. Die maakte ik ongeveer één keer in een maand schoon. Maar die plateaus, die nam ik bijvoorbeeld elke week even af. En ik had een hamster die plaste in zijn huisje. Nou ja, en dan krijg je hetzelfde als de plashoekjes. Als dat daar te lang blijft zitten, dan ontstaat er een ammoniaklucht. En dat is slecht voor zijn luchtwegen. Dus dat haalde ik ook wekelijks eruit en verving ik voor nieuw. Ik maakte speeltjes schoon die ze echt vies hadden gemaakt. Ik had bijvoorbeeld een hamster die het heel fijn vond om bovenop een bepaald plastic huisje te plassen. Ja, heel fijn, maar na een week was dat gewoon niet meer fris. Dus dat maakte ik dan ook schoon. Ik zette eventueel iets nieuws erin of ik droogde het af en zette dat gelijk weer terug.
Het is echt afhankelijk van je eigen hok en je eigen hamster wat er nodig is. Maar vaak is er wekelijks wel iets te doen. Zoals dus bijvoorbeeld de plateaus afnemen. Dat is fijn voor je hamster, fijn voor jou. Want dan hoef je het hok niet helemaal schoon te maken, maar blijft het wel een beetje fris ruiken. Doe het schoonmaken trouwens gewoon met heet water en azijn. Azijn kan je echt kopen in elke supermarkt. Het is helemaal niet duur. Het is echt volgens mij 50 cent of zo. En het is gewoon eigenlijk het beste voor jou en je hamster. Het heeft geen giftige stof. Het is gewoon een natuurproduct. En ja, je frist de kooi er lekker van op. En het heeft geen chemisch luchtje waardoor je hamster nog meer gaat plassen. Dus je kooi blijft ook langer fris. Naast die dagelijkse en de wekelijkse verzorging is er ook nog een maandelijkse verzorging. Taken die dus elke maand even terugkomen die je moet doen voor je hamster. Het eerste taakje dat ik hier wil bespreken, dat is iets wat ik deed. Dat doet niet iedereen, maar het is een goede tip als je de gezondheid van je hamster in de gaten wil houden. En dat is maandelijks je hamster wegen. Als je hamster net hebt en hij is nog jong, dan is het heel normaal dat hij best wel snel aankomt. Maar daarna blijft je hamster gewoon stabiel in het gewicht. Je kan vaak aan hamsters heel goed zien of ze aankomen of afvallen, maar het is geen goed teken als ze heel snel afvallen. En zeker met hamsters met een beetje een wollige vacht, zoals bijvoorbeeld Nim, mijn Syrische hamster, die was een langharige, beetje wollige hamster, zie je het niet zo snel als die een paar gram afvalt. Maar een paar gram is voor een hamster heel erg veel. Afvallen kan betekenen dat er iets mis is en dan moet je dus eventjes de dierenarts bellen. Maar hoe weet je dat nu? Wat ik deed is, ik pakte het rijstmandje van mijn hamster, die woog ik en dan drukte ik op het doorwegen knopje op de keukenweegschaal. Dus dat betekent dat hij weer naar nul gaat en het gewicht van het rijstmandje meeneemt. Dan deed ik de hamster in het rijstmandje en zette ik die weer op de keukenweegschaal. En dan zag ik precies hoe zwaar mijn hamster was. Heb je nou een weegschaal die geen doorweegfunctie heeft, dan kan je het nog steeds doen. Zet gewoon het rijstmandje erop. Schrijf op hoeveel het rijstmandje weegt zonder hamster. Doe dan je hamster in het rijstmandje en weeg dan hoeveel het mandje weegt met je hamster erin. Zo weet je precies hoe zwaar jouw hamster is. Gebruik hiervoor dus een keukenweegschaal, want een personenweegschaal, dus de weegschaal die je zelf gebruikt, die is vaak niet nauwkeurig genoeg om het lichte gewicht van een hamster te meten. Door het gewicht van je hamster goed in de gaten te houden, heb je een goede indicatie van hoe die eet en hoe het gaat met zijn gezondheid. Verder moet je natuurlijk maandelijks het hok goed schoonmaken. En daarmee bedoel ik echt niet dat je hem elke week in de dettol moet zetten of helemaal moet afspuiten in de douche en dat het allemaal helemaal blinkend schoon en weet ik het wat allemaal is. Sterker nog, doe dat niet. Zorg gewoon ervoor dat het hok lekker fris is, maar ga niet met sterke schoonmaakmiddelen aan de gang, want dat is helemaal niet goed voor de luchtwegen van je hamster. Daarnaast kan het ook een stressreactie bij hem oproepen, want het hok ruikt helemaal niet meer naar hem. En nou ja, doe het gewoon niet. Er zijn een hele hoop redenen om het niet te doen. Daar kom ik echt later nog wel een keertje op terug. Maar ook hier, gebruik gewoon heet water met azijn of een ander natuurschoonmaakproduct. En maak gewoon schoon wat vies is. Heb jij bijvoorbeeld een hele grote kooi met een diepe laag bodembedekking, hoef je echt niet alles eruit te gooien en weer bij te vullen. Dan is het vaak genoeg om gewoon het bovenste laagje weg te gooien, dan een nieuwe bodembedekking erbovenop te gooien en dan te husselen met hetgeen wat eronder lag. Vervolgens maak je dus de plateaus, de speeltjes, de huisjes, het loopwiel, gewoon eigenlijk alles wat er in je kooi staat en de tralies als je die hebt. Even schoon met een doekje, heet water, azijn zoals ik al zei. En dan is je kooi gewoon weer lekker fris en kan je hamster er terug in. Ik zorgde er ook voor dat er maandelijks een nieuwe, leuke, uitdagende inrichting was voor mijn hamster. Dit zodat hij zich niet zou gaan vervelen in de kooi en zodat hij gewoon een uitdaging had. Als je hamster ouder wordt is het overigens belangrijk dat hij wel gewoon altijd weet waar hij zijn eten en drinken kan vinden. Maar verder is het gewoon ook voor oudere hamsters vaak leuk om te wisselen met de inrichting. Krijgt je hamster hier nou heel veel stress van? Dat zijn dingen die je zelf gewoon het beste kan zien. Verander dan natuurlijk niet te veel, maar daar heb ik pas één hamster van gehad die dat echt heel vervelend vond als alles ergens anders stond. En de rest vond het eigenlijk altijd super leuk en ik vond het ook altijd super leuk om te zien hoe ze alles gingen verkennen. Dat was het voor de globale dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse verzorging van je hamster. Ik hoop dat als je nog geen idee had van hoe je voor een hamster moet zorgen, dat dat nu even duidelijker is geworden. Mocht je nog een vraag hebben, stel hem dan zeker even hieronder bij de comments. Dan ga ik hem proberen te beantwoorden. Misschien daar of misschien in een volgende video. Vergeet je ook niet te abonneren, dan ben je altijd op de hoogte wanneer er een nieuwe video voor beginners wordt gemaakt. En misschien wordt daar jouw vraag wel in beantwoord. Wil je meer weten? Dat kan op www.bmdpet.nl. Dan wil ik je verder nog heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doeg!